Mevrouw, mag ik u vragen wat u van de oplopende besmettingen vindt? Ik vind dat zorgelijk. Ik werk zelf in de zorg en in een verpleeghuis. Ik heb daar genoeg mensen zien overlijden en ik vind het zorgelijk dat het nu weer omhoog gaat. Want ja, niet iedereen is gevaccineerd, ook niet mensen in een verpleeghuis. Dus ik. En sommige mensen ontkennen het virus nog steeds. Ja, maar die mensen zul je er altijd tussen hebben, denk ik. Of jongeren zijn met een hele lage kans om heel ziek te worden. Of vaccinweigeraars. En van vaccinweigeraars heb ik ook zoiets van, ja, het is toch je eigen schuld als je het krijgt. Ik vind dat natuurlijk wel, aan de ene kant wel begrijpelijk. Omdat het natuurlijk van de examen, de mensen gaan op reis weer. Er zijn weer feestjes die doorgaan. Maar ja, ik ben wel bang dat er weer nieuwe maatregelen komen. Ik vind het heel vervelend. Waardoor komt het, de oplopende besmettingen? Ik had niet weten. Slechte zaak. Wat vindt u daar zo slecht aan? Nou, dat de jeugd eigenlijk in één keer alles maar losgooit en nergens meer naar kijkt. Terwijl wij eigenlijk een jaar lang, anderhalf jaar lang ons best hebben gedaan om eraf te komen. Vaak lopen de jongeren mensen de besmetting op en die worden er niet zo ziek van, maar wij wel, ouderen. Ja, vreselijk. Dan zie je ook dat de besmetting meestal uit de, zeg maar, onder 30. En dat zijn juist diegenen die, zeg maar, naar discotheken of naar evenementen gaan. En nou ja, wat je zelf ziet, wanneer je de tweede keer gevaccineerd bent en je hebt de 2 weken nog niet ingehouden, ja, je kan de besmetting nog krijgen. Noem dat maar respectloos, eigenlijk gewoon behandeld. Een beetje te verwachten, hè, dat het weer was zou dat gebeuren. Te verwachten? Ja, ja, want alles gaat in een keer weer open. En nou ja, je ziet die jongen weer bij elkaar komen. Discotheek waar 600 man naar binnen gaat, waar toen 160 besmet zijn geraakt. Maar het schijnt toch wel dat het controle ook niet goed gaat, hè? Ja, logisch. Logisch? Tuurlijk, veel te dicht op elkaar, alles is weer vrij. Ja, dus, ja, er zijn regels, maar ja, ik weet niet echt wat ik ervan moet vinden. Ja. Het schijnt dat de regels niet altijd worden opgevolgd, hè? Nee, dat klopt. Iedereen doet zijn eigen ding, maar... Ja, dat zat er wel een beetje aan te komen, denk ik. Hoezo? Omdat ik vind dat ze alles te snel hebben opengegooid. En wie zijn ze? Ze, ja, de regering dan, denk ik, hè. Maar die bepalen de regels, toch? Maar die openen iets voor de bewoners van dit land. Ja, precies. Ja, maar goed, je moet ook ergens beginnen natuurlijk. Maar dat alles tegelijk eraf gaat, dat vind ik dan niet zo handig. Nou, die doen maar wat ze willen eigenlijk. En geen rekening met de ouderen, andere mensen houden. Gewoon, ja, hun... Ja, en ik snap die jeugd dat ze graag uit willen. Dat snap ik ook, maar ja. Ja. En jij, Willem? Ik had het niet weten. Want je hoort er verschillende verhalen van natuurlijk. Ja, je allemaal verantwoordelijk stellen en de jeugd zeggen van als ze een prik krijgen dat ze 14 jaar wachten. Ja. Wat kan er tegen gedaan worden? Toch die afstand houden en niet te veel mensen bij elkaar. Dat lijkt mij de beste oplossing, want als je ziet hoe, ik wil niet zeggen de jongeren alleen, maar velen gaan met z'n allen, huppakee, de kroeg weer in. En het is feest, 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 dicht bij elkaar, opgepropt. En dan denk je van, moet dat? Waar zou het op uit kunnen draaien met die oplopende besmettingen volgens u? Dat er waarschijnlijk weer een nieuwe golf komt, eerder dan verwacht. En dat er misschien toch weer mensen zullen overlijden, ondanks de hoge vaccinatiegraad. Ja, dan zullen altijd weer slachtoffers vallen. Wat kan daartegen worden gedaan? Nou, als je gewoon thuis blijft zitten en gewoon aan de regels houdt, dan zijn er ook wel minder besmettingen. Ja. Volgens mij moeten we jou maar minister-president van Nederland maken. Nee, dat hoeft niet. Nou, je spreekt wel wijze woorden. Ja. Nou, dat valt nog wel mee. Maar voorlopig geniet je wel een beetje van de... teruggekregen vrijheid. Ja, dat wel. Waar zou het allemaal op uit kunnen draaien als de besmettingen blijven oplopen? Ik denk weer een lockdown, maar ja, dan denk ik van, dan moet iedereen zichzelf eens achter de oren krabbelen, zeggen we dan. Dan denk ik van, ja, neem afstand en ja. Ja. Als ik kijk wat nu allemaal weer los wordt gegooid en je zal zien. Oktober, november wordt alles weer dicht gedaan. Ik had het niet weten. Want je hoort er verschillende verhalen van natuurlijk.
Ik weet alleen dus dat de griepprik, wat zich al jaren binnen onze gemeenschap zich huisvest en wat kan ik toch wel, wel goed is. Alleen ik doe er zelf niet aan mee, omdat ik vind van als je gezond en goed leeft, dan bouw je ook een stuk weerstand op. En, ik hoor u zeggen dat wij corona moeten accepteren, evenals de griep. Ja. Ik vind dat we toch iets strenger moeten zijn met die controles. En wat bedoelt u met strenge controles? Nou, gewoon... Daar horen meestal mensen bij. Daar horen mensen bij, ja. Maar dat ze de taak wel goed uitvoeren. Maar niet zo zeggen van, oh, je bent een goede kenner van mij, loop maar door. Maar dat gebeurt ook. Schetst u eens het meest zwarte scenario? Dat er vele doden vallen. Denk ik. En als we wat minder somber zijn? Als we wat minder somber zijn, dan is het even een tijdelijke toestand. En die straks, als het weer winter wordt, of wel eind van de herfst, dat het weer de goede kant op gaat. Hoop ik. Weer de sluiting. En daar vrees ik van. Wij hebben nu 3.500 gisteren. Dus we zijn van 1 naar 3.500. Maar wanneer je ziet wat de besmetting zijn, is de besmettingsgrade van de jongeren juist. En dat probleem is, dit moet maar aanpakken. Heeft u de oplossing? Nee, jammer genoeg niet. Ik denk in nog sneller tempo trachten te vaccineren. En mensen nogmaals te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid. En hopen dat mensen verstandig genoeg zijn om zich aan de basisrichtlijnen te houden. Mensen gaan dadelijk op vakantie. En alles bij elkaar. En dan denk ik dat als ze terugkomen, dan er heel veel mensen besmet zijn. Dat denk ik dan, ja. En wie dan... Zijn gat verbrand? Ja, die moet op de blaren zitten.